Bijotown. Yo, gasten! Gasten, maakt niet uit. Welkom bij een nieuwe dinsdagtip. Thomas komt zo meteen de dinsdagtip brengen. En ik heb er nu al gewoon geen zin in. Bring it on. De dinsdagtip. En we zijn terug. Na de intro. En wat is... Nee. Ik weet wat het is. Ik wil dit niet! Waarom? Dit is zo'n schokking. Dit is zo'n schok. Van moment je dit overgooien en dan... Nee, waarom? De laatste keer dat ik dit heb gedaan was die fucking dinsdag in de Barlo. Oh, nee. Maar dan moeten we wel Thomas hebben shocking in de kamer. Dat als we een schok krijgen, dan gooien we hem gewoon naar zijn hoofd. Ja, oké, dus we gaan deze bal doorgeven. Contain een shocking ball en activation key. Daar. Ik schrok al van. Maar kijk, als je hem zo neer... Dit is een blauwe activation key. Als je hem zo neerlegt, dan blendeert hij in met de ziet eruit, Oh, het is zo'n... Ja, het moet erin en dan activeert hij. Ik dan... ga hem gewoon echt vasthouden op de punt waar gewoon, gewoon vasthouden en dan naar iemand anders gooien hier. Contain shocking ball en activation key. To activate your shocking ball, ensure batteries are inserted. Batteries are not included. Included. Maar deze is al eerder gebruikt, neem ik aan, of niet? Ik weet niet, misschien hebben jullie geluk. Ik maak hem nu open of zo. Maar hij is nu aan ofzo. Maar moet je hier de batterij? To insert batteries, unscrew the battery cover and insert batteries. Moeten we... Deze is een bar toch? Ja, Thomas. Lekker gedaan dit weer hoor. Lekker geregeld weer, hè. Je kan helemaal niks, man! Helemaal niks! Jordi, niemand mag jou. Maar jij bent het. Jij bent het GDD achter dit spel is, als je hem laat vallen als hij schokt, dan ben je game over. Ik heb even de spelregels gelezen. In het GDD is, hij blijft dus schokken afgeven om de 10 en 30 seconden. Mm-hmm. En als je hem laat vallen, dan is het afgelopen. Oké. Okay. Nou, get the key. Shit. Ik ben iemand te morsen, man. Wat fuck is er met je? Jongen, kan nog niet drinken. Oké, okay, hier komt het moment. Ik ga hem aanzetten. Wacht. Je weet toch niet of je aan is of niet? Heb je hem de verkeerde batterij de verkeerde ding? Nee, is dat er goed? Laat het los, want misschien geeft hij zo'n schok. Dan gaat hij... Dan laat hij licht zien. Echt waar? Weet ja, zeker? Ik heb de instructies gelezen. Hij gaf licht. Oké. Let op. Niet eraan zitten, niet aan. Nee, je zit daar met je vinger erop. Ja, niet op dat ding. Je ziet het. Ja, hij doet het. Dus hij geeft nu een schok. Wacht. God, ik heb hier geen zin in! Oké. Nee. Niet door school, het zit echt tegen je ouders. Ik durf niet. We zijn nog niet zo heel erg die school kwijt. Nee, ik wil het niet in mijn handen hebben. Nee, terug. Ik heb het niet op. Dat is hem. Maar, oké, wel leuk. Het is wel leuk. Als je dan gooit en dan een schok krijg ik zo. Bam, bam. Ook een beetje, maar het was eerder het begin dat het meer spannend was. Ja, het was meer de sensatie. Maar als je nou, wat nou als je triple E batterij met weet ik veel voor een kilo wat ga je dood. Ga je gewoon echt dood. Zo'n ding vasthoudt maar gewoon. Het is wel gewoon leuk, maar het hele idee is, je moet het eigenlijk met meerdere mensen doen. Ja, je moet inderdaad gewoon op een feestje of zo, weet je wel, als iedereen een beetje dronken is, dan ga je met deze bal ga je rondgooien. Dat staat hij nog aan? Hij is een beetje statisch, maar. Oh. Oké, nou jongens, dit is zeker een dinsdagtip die ik aan zou raden. Is leuk. Volgens mij, alleen, ik weet niet hoe duur die is. Hoe duur was die barna? Volgens mij was deze dinsdagtip is 18 euro, maar er zijn heel veel andere shock varianten van dit soort spellen. Ja, precies. Ja. Shock spellen zijn altijd leuk, omdat iedereen zoals ons dus fucking pussy gaat reageren. Nou jongens, bedankt voor het kijken. En dinsdagtip voor het meedoen. En we zien jullie volgende keer weer met een nieuwe dinsdagtip die hopelijk niet schokt. Jordi is links in de beschrijving, check vooral zijn kanaal, maar jullie kennen hem allemaal natuurlijk. Huh? Tot volgende keer, later. Misschien. Zeg even doei. Hi.